Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties en bij Jut Fashion. We gaan het vanavond hebben over de centrumplannen van centrummanager Chef van Stratum. En wat wordt het lot van de mooie kastanjeboom aan de Zwaanse Brug? We proberen vanavond de feiten op een rijtje te krijgen. En verder in Liemt zoekt men keukenprinsessen en keukenprinsen voor het eerste oogstfeest. Nou, ik ben heel benieuwd. Roos van Bommel, zij is sportvrouw 2015. Zij komt vanavond langs. En de muziek van vanavond, u hoort het al, niemand minder dan singer-songwriter Marcel Verbeek. Het is vandaag dinsdag 30 juni. Van harte welkom bij Dommeland Live. Ja, er is heel wat reuring ontstaan in Bokstel over de mooie kastanjeboom bij de Zwaanse Brug. Wordt die gekapt? Wordt die niet gekapt? Wat is nu het probleem? We vonden het een goed moment om even de feiten op een rijtje te krijgen. En bokselaar Christian van Zochel had zich op Facebook laten horen. Dus ik dacht, die ga ik uitnodigen als betrokken bokselaar. Christian van Zochel, van harte welkom. Hallo. En Bas Gel is hier aanwezig. Van harte welkom namens de gemeente Bokstel. Laten we even bij het begin beginnen. Die hele mooie kastanjeboom bij de Zwaanse Brug, Bas. Wie is daar de eigenaar van? Dat is de eigenaar van Villa het Hof, meneer Bezemer. Ah, oké. Okay. En wie heeft er nu een kapvergunning aangevraagd dan? De nieuwe exploitant van Villa het Hof, de heer Van der Langenberg. En mag hij dat zonder toestemming van meneer Bezemer aanvragen? Ik denk niet dat hij het zonder toestemming mag, maar ik denk dat ze dat samen hebben afgesproken. Oh ja, want ik had gelezen, het is particulier bezit, die boom. Ja, ja. Oké, nou dat is fase 1. En waarom is die kapvergunning aangevraagd, Bas? Omdat de boom helemaal niet meer zo gezond is. Het er naar uitziet dat hij hooguit nog een paar jaar behouden kan blijven. En je daar het nodige voor zult moeten doen. Oké. Okay. Nu is die kapvergunning aangevraagd, heb ik begrepen. Ja. Er is een rapport uitgebracht, hè? Er is onderzoek ingesteld. Want deze boom staat op de bomenlijst van het bomenplan, hè, in Boksel. Het is een monumentale boom. Volgens mij is hij ook meer dan 100 jaar oud, hè? Ja, 120, 150 jaar. Zelfs dat. Het is een flinke, het is een hele mooie en een hele oude. Nou, ontstond er in de social media natuurlijk een hele discussie, onder andere op Facebook, van die boom en die moet blijven. En de ander zei, maar als er dadelijk takken op het terras vallen, dan hebben we misschien ook een probleem. En iemand anders had het er weer over van, er is een onderzoek ingesteld. Ik zag een reactie van Christian van Zochel. Jij bent een ervaren boomkweker, zeg ik dat zo goed, Christian? Ja, boomkweker niet helemaal. Wat ben je? Ik betitel mezelf als bomenmakelaar. En ik zoek eigenlijk heel Europa af naar nog te verplanten monumentale bomen. Dus daar waar men een grote boom zoekt, daar probeer ik een oplossing voor te bieden. Oh. En dat kan in particuliere omgeving zijn, dat kan in openbare ruimtes zijn. Maar van de andere kant, doordat dat mij raakt als mooie bomen van een plek verdwijnen, raakte dit mij ook. Dat zag ik. Dat was de reactie ik er dus op losgelaten heb. En dat bracht zoveel reacties teweeg, positieve en negatieve reacties. Tuurlijk, veiligheid was een heel groot onderwerp. Maar goed, ook reacties van mensen die denken dat je maar naar het bos moet gaan om een boom te kijken. Ik denk dat groen in een centrum niet weg te denken is. Nee, mist het pas als het ook daadwerkelijk weg is en niet meer terug te brengen is. Nou, ik ben met Christian Bas afgelopen zondag gewapend met camera naar de boom gegaan. Laten we daar even samen naar gaan kijken. Wat ben je aan het doen, Christian? Ik ben even kijken naar de plekken waar aantastingen zichtbaar zijn. Dus onder andere hier bij de tondelswap. Onderaan zit ook een stukje oude tondelswap met stamvoet. En hier zit een jonge tondelswap. Die is vers gevormd. Een tondelswap? Onderzwam. Dat is een aantasting, een parasiet zeg maar, die op de boom zit.
En die dus aantasting van de stam veroorzaakt. Ik ben aan het kijken naar plekken van de bloedingsziekte. De boom is aangetast door bloedingsziekte volgens het rapport. Dat is zichtbaar doordat er dan sappen uit de stam stromen. In het najaar droogt dat weer op. Dan krijg je een beetje verrottingsplekken, worden dan zichtbaar. Nou, hier is zo'n plek te zien. Dat is momenteel even wat ik visueel kan waarnemen, de enige plek die echt op de stam aanwezig is. Bovenin de boom valt het reuze mee. Als ik naar de kroonontwikkeling kijk, naar de bladontwikkeling, staat de boom er eigenlijk perfect bij. Voor de meeste kastanjes is dit een uniek exemplaar in deze leeftijd. Het is een mooie oude jongen. Het is een mooie oude jongen, Christian, ja, zei inderdaad. Je. Nou goed, we waren net al tot de conclusie gekomen, 120 tot 150 jaar wordt gezegd. Het is natuurlijk niet 100% te bepalen. Dat zie je pas als je daadwerkelijk omgekapt is en je de jaarringen kunt tellen. Maar ik hoop dat het niet zo ver komt, of tenminste nog niet. Er zijn rapporten aan vooraf gegaan. Ik heb ook op social media gezegd dat een eigenaar van een boom, of dat nou particulier is of niet particulier, een zorgplicht heeft. En helaas staat niet in de wet hoe dat je moet verzorgen en wanneer en dat soort zaken. Dat kan men niemand opleggen. Maar op het moment dat het dus eventueel gevaar kan opleveren en als er schade door dat gevaar zou kunnen ontstaan, is de eigenaar verantwoordelijk. Ja, ik zie Bas heel heftig ja knikken. En dat begon al bij de zorgplicht, Bas. Ja. Hoe zie jij dat namens de gemeente, die zorgplicht? Nou ja, iedere eigenaar van bomen, of dat nou de gemeente is of een particulier, moet er goed voor zorgen. En wat Christian ook zegt, je moet er met name voor zorgen dat een boom natuurlijk geen gevaar oplevert. Op het moment dat zou gebeuren en er gebeurt wat, mm-hmm, dan ben je als eigenaar, word je daarop aangesproken. Plus dat je natuurlijk gewoon met z'n allen niet wil dat er schade ontstaat of zelfs erger, zeg maar. Mm-hmm. Dus je moet goed zorgen voor een boom en je moet er goed voor zorgen dat die dingen veilig zijn. Ja. Nou, was het bezoek van Christian was natuurlijk een bliksembezoekje. Hè? Ik bedoel, dat is even snel gedaan. En ik was wel gecharmeerd door zijn uitspraken van, nou, is een mooie jongen op deze leeftijd. Hè, op het eerste gezicht, ja, laten we even voorzichtig stellen. Dat is ook zo. Kijk, optisch gezien, als je dus naar de boom kijkt en je kijkt naar zijn blad, hè, de conditie van het blad, ziet er gewoon heel fris uit. Je ziet geen verval in de takken. Als je naar het kastanjelaantje voor het kerkhof gaat kijken, dan zie je daadwerkelijk bomen helemaal wegkwijnen. Ja. Dan kun je het ook echt visueel waarnemen. Dat valt met deze boom nog mee. Ja. Ook dat zijn kastanjes daar aan het kastanjelaantje. Alleen hier zie je wel de zwam zitten. Kastanje? Ja, ik ga even heen en weer. Die gaan weg, heb ik dat gelezen. Ja, die zijn nog zieker dan deze boom. Daar vallen bij diverse bomen in de kastanjelaan vallen spontaan takken naar beneden. Hm. Ja, je moet er niet aan denken dat dan net op een begrafenisstoet gebeurt of allerlei andere doemscenario's, zeg maar. Nee. Dus die bomen die zijn nog zieker dan deze. Maar we gaan terug naar deze. Exemplaar. Ja. Kijk, aan dit exemplaar is ook een onderzoek aan vooraf gegaan. In januari van dit jaar heeft firma Piers Floris uit den Bosch, wat echt specialisten zijn, hebben onderzoek gedaan. Ik heb het rapport mogen lezen en goed, daaruit blijkt ook dat de boom ook echt ziek is. Mm-hmm. Alleen professor Matek, dus een Duitser, die heeft bepaalde technieken ontwikkeld, zeg maar, om dus te kunnen meten, letterlijk te kunnen meten wat de conditie van de boom is, dus de stevigheid van de stam, of die dus gevaren oplevert, eventueel kans op breuk, omwaaien, noem maar op. Mm-hmm. Nou, die mensen hebben dat gedaan met die boom. En de conclusie in het rapport is dat hij op dit moment dus nog geen gevaar oplevert. Hij gaat wel achteruit, maar op dit moment is er nog geen aanwijsbaar gevaar. Ja. En ja, dan heb ik zoiets van, ondanks dat het een jongen is van 150 jaar en dat hij misschien wel een keer zal moeten wijken, dan gaat het mij in mijn hart en dan denk ik van, nou, probeer hem in ieder geval zo lang mogelijk in leven te houden, zo lang mogelijk. Kijk, een mens die op zijn einde is, proberen we ook zo lang mogelijk een leven te houden. Ja, met alle mogelijke middelen, wat het ook kost. Nou ja, daar zat ik net aan te denken. Mensen die ouder worden gaan ook dingen mankeren. Hè? Ook, tuurlijk. Hè? Ja. Daar doe je ook wel. Ja. Kijk, die leveren misschien niet direct gevaar op voor de omgeving. Hè? Wat met een boom natuurlijk wel kan zijn. Kijk, op het moment dat dadelijk daar ontzettend veel passanten zijn, en dan kan een tak uitwaaien, dan ben ik de laatste die zegt van, luister, hij moet en zal gespaard blijven. Maar er zijn allerlei technieken voor. Boven in de boom zijn al ankers aangebracht. Die moeten misschien vervangen worden. Ja. Maar er zijn ook technieken in de landen op dit moment door de Universiteit in Wageningen ontdekt, waarmee je met warmtedekens de stam kunt verwarmen, daardoor die bacterie kunt doden, zeg maar, die bloedingsziekte veroorzaakt. En daardoor die boom misschien nog wel een aantal jaren het leven kan laten verlengen.
En daar praat ik echt over een 10-15 gemeentes in Nederland waar het inmiddels toegepast wordt. Met succes op dit moment. Dus dan denk ik, ja goed, ja, waarom dan niet bij die kastanje? Ja, dat is even de vraag. Is er überhaupt, is er al een, ik kijk even naar mijn microfoon, want volgens mij zegt hij naar binnen, is er al een besluit genomen, Bas? Nee, er is een kapvergunning aangevraagd. En ja, daar moet ons college een besluit over nemen. Daarbij heb je natuurlijk een aantal afwegingen. Wat Christian zegt klopt, hè. Je kunt wellicht nog een aantal dingen doen met deze boom, waardoor die een aantal jaren zou kunnen blijven staan. Vraag die wij ons stellen is of dat redelijk is om van een eigenaar te verwachten. Zeg maar. Als je weet dat uiteindelijk na een aantal jaar deze boom toch doodgaat. Dat is wel onomkeerbaar. Ja, sowieso gaan alle bomen en alle mensen natuurlijk een keer dood. Precies, hè? Maar, ja. Als dat nog maar een kort aantal jaren zal duren, is voor ons toch wel de vraag, kun je van een eigenaar verlangen dat hij allerlei maatregelen neemt die het onvermijdelijke maar een beetje kort uitstellen. En dat is een van de afwegingen die wij als gemeente meenemen. Andere afweging uiteraard is veiligheid. Wat Christian zegt klopt, op dit moment is de boom nog net veilig genoeg. Nog net? Ja, hij is ernstig ziek. Er zitten takken aan die boom die in hun eentje ongeveer net zo zwaar zijn als een flinke losse boom, zou ik maar zeggen. Dus als die boom echt een gevaar gaat opleveren, dan is het ook wel meteen een serieus probleem. Hè? Want wij durven niet te garanderen dat we dat zo goed kunnen monitoren dat je niet op zeker moment in een gevaarlijke situatie uitkomt. Nee, oké, maar dat weet je bij geen één boom van tevoren. Hè? Ik bedoel, als ik gekeken heb bij de storm destijds, wat er allemaal naar beneden is gegaan. Wat door ons hoofd heen schiet, hè? Kijk, stel dat wij nu als gemeente zouden zeggen, we gaan deze boom toch kappen. Dan krijgen we van een heleboel mensen natuurlijk kritiek. Hè? Dat blijkt op social media. Ja. En dat is begrijpelijk, het is een mooie boom. Ja, weet je, Bas, ik ga even door jou heen. Want wat ik zo belangrijk vind, is we zijn aan de ene kant, en daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Er wordt al heel veel groen, meer verstedelijk in een verstening, moet ik zeggen. Deze boom is natuurlijk beeldbepalend voor dat mooie stukje centrum. Ja, dan zou ik als gemeente en als ondernemers, maar ook als gemeente, zou ik er alles aan willen doen om dat prachtstukje te bewaren. Tegenover de verzoeken van een eigenaar. Ik denk dat je daar misschien... Is het geen idee om dan samen daarvoor te gaan zorgen? Nou, sowieso zijn wij natuurlijk in gesprek met de eigenaar van de boom. Hè. En deze boom, het besluit om te kappen, dat neem je niet op dinsdagmiddag tussen twee koppen koffie. Daar ga je heel zorgvuldig mee om. Ja. Aan de andere kant, ik zei net al, hè, als we zouden kappen, zouden we nu denk ik van veel mensen kritiek krijgen. Aan de andere kant doen we het niet. En valt ergens in de komende jaren er een tak naar beneden en gebeurt er een ongeluk. Nou wordt ons dan verweten dat we, terwijl we wisten dat de boom al ernstig ziek was, toen niet gehandeld hebben. En met dat dilemma zitten we. En dat is een duidelijk dilemma. Is hij ernstig ziek? Want ik had het rapport ook gelezen en daar staat in het advies, geadviseerd wordt de boom in ieder geval gedurende de zomer 2015 te behouden. Gezien de hoge leeftijd, dat is het advies van het bedrijf, hè, wat het onderzocht heeft. Nou ja, goed, de kabels moeten vervangen worden. En dan staat hier verder nog oktober, november, verder onderzoek nodig ten aanzien van de stabiliteit van de boom. Ja. Dus ik heb hier, als ik als leek dit rapport lees en het advies, dan denk ik, nou, er staat niet per direct kappen, want het is gevaarlijk. Nee, hè? Staat er zeker niet. Maar de boom is wel ernstig ziek. Ernstig ziek. Ja. Dat staat dus een paal boven water. Alleen, goed, de conclusie uit het rapport is ook dat hij nog niet direct 1, 2, 3 gevaar oplevert. Er zijn technieken in de landen genoeg, maar goed, die kosten geld om die gevaren in ieder geval zoveel mogelijk te voorkomen. Het punt is ook, en goed, er is in Boxlo al redelijk veel verdwenen, en ik zeg niet dat het moedwillig is verdwenen, maar als je dadelijk bij het station gaat staan en je zou door de hele stationstraat, rechterstraat naar achter kunnen kijken, de eerstvolgende grote boom die je tegenkomt is bij het gemeentehuis. Dan staat er niets meer, dan is het echt helemaal weg. En ook op dezelfde social media was iemand zo handig om hem even weg te shoppen. Te zien. Ja, maar ja, goed, dan zie je pas echt wat er gebeurt als die boom daadwerkelijk verdwenen is. Hoe bereidwillig is de gemeente hierin om deze boom nog een paar jaar te bewaren? Het staat in ons eigen bomenbeleid, hè, dat wij monumentale bomen zo lang mogelijk willen behouden. Maar wat ik net ook al zei, het moet met name ook voor de eigenaar ook wel een beetje redelijk blijven. Het is, als je met z'n allen weet dat je hooguit nog een paar jaar de boom kunt behouden en dat die dan alsnog zou moeten verdwijnen, dan moet je jezelf toch even afvragen of dat voor een particuliere eigenaar gewoon een haalbare zaak is.
Maar we gaan niet zomaar tussen neus en lippen door besluiten om een monumentale boom te kappen. Want het is gewoon een verschrikkelijk mooie boom. Daarom. En voor alle duidelijkheid, die particuliere eigenaar, dat is meneer Bezemer. Ja. En meneer Van der Langenberg, die heeft de kapvergunning aangevraagd. Ja, als exploitant. Als exploitant. Van de villa. Kijk, er werden ook argumenten aangereikt van, ja, er vallen allerlei kastanjes uit. En dat is lastig voor de mensen die op het terrasje gaan zitten. Nou, die kastanjes die vallen 14 dagen in het najaar. Dan zitten er niet zoveel mensen overigens meer op het terrasje. Maar pak dagen zoals vandaag en de rest van de week. Dan zit men het liefst onder een bladerendek. Want dat is beter dan onder een parasolletje. Mooi. En ook de waarde van het pand, denk ik, dat alleen maar toeneemt als er een mooie boom bij staat. En goed, dat kan ik beamen. Er zijn diverse woningen bewust grote bomen bijgeplant om alleen maar de waarde van het pand te laten stijgen. En in dit geval zou het een waardevermindering van het pand betekenen. Nou ja, wat we natuurlijk ook sowieso met de nieuwe exploitant bespreken, is hoe het gebied daar wordt ingericht. Hè. Stel even, die boom die verdwijnt, dat doet hij op termijn toch. Maar dan willen we wel een mooie groene invulling en goede groene compensatie voor het verdwijnen van zo'n grote mooie boom. Ik wil eigenlijk liever nog terug in dit verhaal. Dat we eigenlijk zou ik heel graag willen horen, dat is gewoon mijn wens. We gaan er alles aan doen om die boom nog een aantal jaren te behouden. En dus stel ik nog een keer de vraag van, ik heb een paar keer gehoord van, het moet wel doenlijk zijn voor de particuliere eigenaar. Ja, ik heb daar eventjes lak aan. Dan denk ik, joh, die boom die is gewoon beeldbepalend voor Boksel. Er zit zoveel historie en karakter. Fleurt het hele centrum op. Ja. Zou een toeristische trekpleister kunnen zijn. Je kunt het ook omdenken, hè, denk ik dan. Hoe open staan ze daarvoor? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar... Nogmaals, je hebt het over het behoud van een boom voor toch best wel korte tijd. Echt maar een paar jaar. Als er technieken zouden zijn of als je die boom misschien nog wel 20 jaar zou kunnen behouden, is dat echt een ander verhaal. Want dan gaat hij natuurlijk nog echt een flinke tijd mee. Maar het is echt maar een paar jaar. En nou ja, dan is het gewoon maar de vraag of je dat van een eigenaar kunt verwachten. Maar ik begrijp jouw mening en dat is de mening van... best wel wat mensen. Of die er nog 3 of 5 jaar kan staan, ja, lijkt me geweldig. Maar er is niemand, ook niet in de rapport, die op dit moment durft uit te spreken. Hij staat nog maar een paar jaar. Nee. Want goed, voor hetzelfde geld is het 10 jaar of 15 jaar. Nee. Dus we moeten hem denk ik die kans geven. En als ik naar de kosten ga kijken, zo'n warmtebehandeling kost €500 per behandeling. Dus waar hebben we de godshemelsnaam over? Die paar ankers erbovenin kosten ook niet de wereld. Dus ik denk, en er zijn subsidiepotjes voor. Hij staat zelfs op de Nederlandse monumentenlijst van bomen. Hè. We hebben maar 10.000, er zijn er maar weinig monumentale bomen in Nederland. Mm-hmm. Waar dit er één van is. Ja. En dan denk ik, jongens, we moeten met z'n allen ons hart ervoor maken om deze jongen zo lang mogelijk te laten staan. Bas, nog een vraag aan jou. De betrokken wethouder, wat is zijn visie op dit moment? Het zijn er zelfs twee. Dat is Herman van Wanrooy vanwege openbare ruimte en Erik van den Broek als centrumwethouder. Die zeggen allebei het bomenbeleid van de gemeente zegt zo lang mogelijk monumentale bomen behouden. Maar veiligheid staat voorop. Dus op het moment dat dat in het geding komt, dan gaat het college besluiten. En als de veiligheid in het geding is of komt, dan besluiten we om te kappen. En veiligheid kun je dus oplossen door goed te ankeren en te steunen? Er zijn maatregelen inderdaad om de veiligheid van de boom te vergroten. Dus als dat betaalbaar zou zijn voor de particuliere eigenaar, want veiligheid staat op voor de gemeente, voorop voor de gemeente. Als veiligheid gegarandeerd kan worden en de kosten zijn dan te delen of te betalen, jongens... Ja, dan maar kunnen we hem nog misschien houden. Jolene, wie garandeert het? Kijk, je kunt het nooit 100% garanderen. 100% garantie. Net wat je zei, met een gezonde boom kan ook met een storm omgaan. Ja. Waarvan je voren absoluut niet wist dat die in principe om zou kunnen waaien. Mag ik er positief stiekem heel voorzichtig van uitgaan dat er dus best een kans bestaat dat die helemaal niet omgaat? Nou, wij gaan een heel, heel zorgvuldig besluit nemen. Zeker zo'n boom. Hè. In Boksel kappen we überhaupt niet zomaar bomen. Daar houden we niet zo van. En een boom als deze... Ja, nogmaals, daar moet je heel zorgvuldig besluit over nemen. Wanneer is, wat is de planning? Wanneer gaat dat besluit vallen? De boom niet, maar het besluit? Dat is een hele goede vraag. De kapvergunning is volgens mij, ik denk een paar weken geleden aangevraagd. Dus dat zal over enkele ik dacht al eerder, ik dacht al in januari. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar we hebben ook de goede gewoonte om te kijken of we procedures niet in de zomervakantie kunnen laten vallen. Want mensen moeten gebruik kunnen maken. Dus in ieder geval niet voor september? Weet ik niet. Nee, weet Moet ik niet. Het antwoord op schuldig blijven? Nou, dat horen we nog graag een keer van je.
Christian, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel dat je het voor de boom opnam en dat je tijd hebt gemaakt voor ons. Succes met jouw andere werk. Bas, blijf nog heel fijn en gezellig even zitten. Want we gaan zo meteen door naar het volgende onderwerp. Maar we gaan nu genieten van het eerste optreden van Marcel Verbeek. Marcel, ga je gang. Dankjewel. Well, we've been friends all of our life. We have days to come, days to come. It's such a lovely ride. Time is on our side. Time is on our side. When the night falls, nothing to fear. Just reach out and I'll be here. Waiting for the sun to shine. I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. And I'm sure you'll find your way, a place to lay your head. All your yesterday will be tomorrow's instead. And when the morning comes, you'll have to go. Spread your wings and take care. If you love, at the end of the day, call my name, I'll meet you there. Wait for me, I'll meet you there. And I'm sure you'll find your way, a place to lay your head. And all your yesterday will be tomorrow instead. To come, a zillion and then some. Yeah, we have days to come, days to come. It's such a lovely ride. Time is on our side. Time is on our side. Ontzettend mooi, Marcel. Dank je wel. Ik ben helemaal kwijt waarom ik hier eigenlijk zit. Het komt echt binnen. Ik vind het zo mooi. Dankjewel. Prachtig. Dank je wel. En straks nog meer, gelukkig. We gaan naar het volgende onderwerp. Want chef Van Stratum, van harte welkom. Dank je wel. Is inmiddels alweer 8 maanden centrum manager van ons mooie Bokstel. Nou, en er is wat te doen in Bokstel, dat weten we allemaal. Laat ik eerst eens beginnen, chef. Hoe bevalt het je? Goed. En wat is er allemaal goed? Er is eigenlijk heel veel goed in Bokstel. Noem eens wat dingen. Nou ja, de ondernemers die zijn heel erg goed. En alles wat we met elkaar kunnen gaan doen. En vooral waar we de plannen die we hebben, die zijn heel erg goed. En Bokstel heeft wel een beetje een uitstraling. En die vind ik eigenlijk heel erg goed. Hij mag wel wat meer tot uiting komen. Maar, en wat heeft Bokstel voor uitstraling, vind jij? Een Bourgondische uitstraling. En waar zie je dat aan? Waar voel jij dat aan? Want jij woont niet in Bokstel, nee, hè? Nee, maar ik weet nog wel, toen ik hier voor het eerst keer binnen kwam en een beetje oriënterend was van wat is Bokstel, toen viel me het Bourgondische wel op. En dan, vooral de markt natuurlijk, die spreekt daar wel een beetje uit. Ja, de markt zijn uit. Het inderdaad allemaal over eens. Ja. Die gaat als een tieren leren. Ja, die gaat, maar de rest, chef? De rest ook. En ik zie dat ook wel een beetje aan de straten zelf terug. Er kan heel veel
En er moet ook nog heel veel gebeuren, maar de basis is er echt wel. Oké. Laat ik even voor de mensen thuis, want het is soms best lastig, hè? Alle groepjes en clubjes en verenigingen. En even een paar dia's, dat we thuis ook even kunnen zien. Centrum Management, uit wie bestaat dat eigenlijk? Nou, dat is een stichting, hè? Voorzitter Luc Broos. Nou, mensen kunnen thuis gewoon zelf meelezen. En dan staat er keurig centrummanager Jeff van Stratum. Ja. Word jij aangestuurd door Luc Broos, Jeff? Nee, ik word aangestuurd door het bestuur. Door het hele bestuur? Ja, het hele bestuur is mijn opdrachtgever en ja? Luc is daar de voorzitter van. Ja. En die managt het bestuur. Oké. Okay. En ik ben het heel even kwijt. Hoeveel dagen per week ben jij centrummanager van Boxen? Ik word voor 16 uur ingehuurd. Per week? Per week, ja. Okay. Het zijn niet per se vaste dagen. Ik bepaal dat een beetje zelf. Mijn agenda wordt natuurlijk ook een beetje gestuurd door de vele afspraken die er zijn. Ja. En dan kan ik wel zeggen dat ik 2 vaste dagen in Boxen wil zijn. Maar als het bestuur of het gemeentebestuur of andere mensen andere dagen afspraken willen, ja. Ja, dan moet ik me daar toch een beetje aan naar richten. Dus okay. Het zijn ongeveer 16 uur per week. Dan heb ik nog even voor de duidelijk, hebben we ook nog even een dia van budget. Dat willen we allemaal graag weten, hè? Zeker in de tijden van, mm-hmm. Van de bezuinigingen. Ik heb dat gewoon uit van internet kunnen halen. Dat is ook geen geheim, dat is allemaal openbaar. Organisatie, bestuur, centrummanager, 25.000 euro. Ja. Gaat het allemaal naar jou, Jeff? Nee. Oh. Nee. Het gaat wel een groot gedeelte naar mij, moet ik zeggen. Maar dat komt ook omdat centrummanager steeds een vak aan het worden is en een expertise. En er wordt aan ons getrokken als centrummanager. Ja. En je hebt ook ervaring in huis gehaald met mij. En dat is ook de keuze die ze uiteindelijk gemaakt hebben. En welke ervaring heb jij ingezet, Jeff, dat Boxtel waarvan jij zegt, nou, ik ben nu 8 maanden in dienst. Wordt al 8 maanden betaald, hè? Ja. Je doet maar even streng. Ja. En mijn ervaring heeft in Boxel dit en dit opgeleverd. Ja. Roep eens wat. Nou, ik best wel veel. De eerste en de belangrijkste ervaring is het opzetten van de werkgroepen. En het formeren van de werkgroepen. En het zorgen dat uiteindelijk ondernemers zittingen hebben in die werkgroepen. En daarmee aan de gang gaan om het voor hun Boxel voor elkaar te krijgen. Dus er zijn werkgroepen? Er zijn werkgroepen geformeerd. We hebben er 4 in Boxel. Zo. En die werkgroepen die worden allemaal bemand door ondernemers of door mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij centrummanagement. En die werkgroepen bepalen eigenlijk wat er gaat gebeuren op vanuit hun eigen werkgroep. Sfeer okay. En beleving, houden zich bezig met sfeer en beleving, veiligheid met veiligheid, communicatie met communicatie. En leegstand en branchering met het leegstand bestrijden. Of het eigenlijk weer zorgen dat er weer veel winkels volkomen. Ja, daar kom ik zo meteen uitgebreid op terug. Maar dat dacht je was natuurlijk al. Bang voor. Ja, precies. Want Bas, heb ik dat goed gelezen? Zit jij ook in de werkgroep communicatie? Ja. Dat is jouw vak, hè? Ja, ja, het is mijn vak. En wij hebben als gemeente ook gezegd, toen Chef zijn plannen presenteerde met alle ondernemers. Wij vinden het als gemeente natuurlijk ontzettend belangrijk dat het goed gaat met ons centrum. En als we eraan kunnen bijdragen door in werkgroepen te zitten en daar actief te zijn. Mm-hmm. Ja, why not? We zijn toch actief als gemeente. En als wij zo met ambtenaren ook uren kunnen leveren voor centrummanagement en die ondernemers, is dat denk ik alleen maar goed. Wat heel belangrijk is. Ja, precies. Want die handjes heb je nodig. Hè? Die handjes heb je nodig, maar ook uiteindelijk wel de lijntjes naar richting het gemeentehuis. Ja. Die werkgroepen, er zijn 4 werkgroepen, die heb jij opgericht, hè? Zit jij in alle groepen erbij altijd, bij iedere vergadering, bijeenkomst? Ja. Elke vergadering zit ik erbij. Elke werkgroep heeft ook een eigen voorzitter. En die stuurt in principe de werkgroep aan. Maar als centrummanager ben je eigenlijk de spin in het web, de linking pin. Mm-hmm. En door mij worden alle werkgroepen met elkaar verbonden. En kan er eigenlijk heel snel in een werkgroep geschakeld worden. Hoe doe je dat dan, het verbinden van die werkgroepen? Door bij al die werkgroepen aanwezig te zijn en te weten wat daar besproken wordt en afgesproken wordt. Ja. En dat kun je dan heel snel in een andere werkgroep neerleggen als het over dat onderwerp gaat. Ja. Je moet je voorstellen, als je werkgroep activiteit hebt en werkgroep communicatie, ja, dat moet gewoon heel erg goed samenwerken. Want mm-hmm. communicatie moet natuurlijk communiceren wat de werkgroep sfeer en beleving allemaal bedenkt en uitvoert. Ja. Nu had ik voor vanavond uitgenodigd Cor Molenaar. Hij is op vakantie. Dat gun ik die goede man ook. Ik heb een telefoongesprek met hem gehad. En, want hij had heel graag willen komen. Mm-hmm. Hij had het erover, er was een stuurgroep opgericht. En daar was hij voor uitgenodigd in januari. Er is ook een bijeenkomst geweest. Daarna was het februari. Die is afgelast. En daarna had de man nooit meer iets gehoord. Nou heb ik een dia waarop staat. En ik moet even een nummer erbij noemen. Ik dacht, het is nummer 6.
staat in de evaluatie van het centrummanagement, staat onderaan, nieuwe impulsen en concepten blijven nodig. Het Cor-Molenaar-effect. Dan denk ik, die man is hartstikke belangrijk en die zegt tegen mij aan de telefoon, ik heb er niks meer van gehoord. Dat vond hij heel vervelend. Nou, volgens mij bedoelen we hier met het Cor-Molenaar-effect niet het feit dat meneer Molenaar per se aan tafel zit, maar dat we nieuwe impulsen en concepten blijven ontwikkelen met z'n allen. Oh, en die impulsen zitten er echt wel in de eigen ondernemers, hoor. Ja, maar ik denk, wil ik het weten, want CM, Centrum Management, Cor Molenaar, dus hij is helemaal in verweven. Maar lees ik dat dan verkeerd? Staat er het Cor Molenaar-effect? Ja, maar het Cor Molenaar-effect hoeft niet Cor Molenaar zelf te zijn. Kijk, dat is toch raar? Nee, dat is helemaal niet zo raar. Cor Molenaar is hier wel zekerlijk geweest, ook na de periode die hij genoemd heeft. We hebben ook nog wel degelijk met hem aan tafel gezeten. Dus hij heeft zitten jokken? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn jouw woorden, maar dat weet ik niet. Hij heeft in ieder geval bij ons aan tafel gezeten. Maar uiteindelijk hebben we wel afscheid van hem genomen. Omdat er heel veel ideeën die hij uiteindelijk heeft benoemd, zijn ook al uitgevoerd. De koffieactie hebben we gedaan. En hij heeft heel veel dingen genoemd die eigenlijk vanzelfsprekend zijn voor centrummanagement. En die heb ik vanuit mijn ervaring ook al in andere gebieden toegepast. Dus niet dat ik uiteindelijk de vervanger ben van Cor. Het gaat straks niet het chef van stratum effect worden. Absoluut niet. Maar Cor Molenaar roept wel heel veel goede dingen die wij nu uiteindelijk uit gaan voeren. Dus hij roept goede dingen die jullie gaan uitvoeren. Ja. Dus hij heeft nut gehad, hoor ik dan. En we zijn er ook nog steeds mee bezig. Want de punten die hij heeft genoemd, die hebben we allemaal opgeschreven. Daar zijn we een uitvoering. Sommige niet, sommige wel. Sommige zijn ook idealistisch, die kunnen nu gewoon niet zoals uitgevoerd. Wat? Zoals wat? Hij noemde bijvoorbeeld met kinderopvang. Er zou kinderopvang in het centrum moeten plaatsvinden. Maar als je met kinderopvang bezig bent, dan heb je ook met regelgeving te maken. Heb je met gebouwen nodig, heb je met bepaalde vergunningen nodig. Staan er genoeg leeg? Gebouwen wel, maar uiteindelijk de vergunningen en het hele pakket eromheen hebben we natuurlijk niet in handen en hebben we ook niet in huis. Kun je wel natuurlijk wel zorgen dat daar bepaalde mensen bij komen om dat te regelen. Maar dat geeft uiteindelijk zoveel werk, wil ik niet zeggen, want voor werk lopen we niet weg in Boxtel. Maar of het dan uiteindelijk ook het doel heeft dat mensen daardoor langer in Boxtel blijven, dat weet ik niet. En uiteindelijk, als moeder kan ik zeggen, goed, die van mij is inmiddels nu oud genoeg. Ik zou het wel lekker vinden om even een uur te kunnen shoppen. En ik weet zeker dat mijn kind goed opgevangen wordt. Cor Molenaar presenteerde dat een beetje als een soort quick win. En dat is ietsje te makkelijk gezegd. Kinderopvang moet natuurlijk wel goed gebeuren, want je laat er wel je kind achter. Ja. En als papa van een klein mannetje. Maar dat zal hij ook zeker wel niet. Ik geloof echt niet dat Cor Molenaar zegt, stop die kinderen maar ergens in de loods. Nee, zeker niet. Maar waarom noem jij het quick win dan? Nou, hij noemde het een quick win, omdat hij zegt, er zijn leegstaande panden. Nou ja, duw daar een kinderopvang in. Het pand is gevuld met iets wat wellicht nog bijdraagt aan het centrum ook. Maar dat regel je gewoon niet zo snel. Zo'n pand moet wel echt in orde worden gemaakt voordat er gewoon verantwoord kinderopvang kan plaatsvinden. Maar is dat zo moeilijk? Ja. Ja? Dan vraag het maar bij de kinderopvangsector, zou ik zeggen. Ja, precies. Ik denk als wij zomaar een pand... Ik vraag het aan jullie. Is dat moeilijk, een pand opknappen voor kinderopvang? Nee, op zich een pand opknappen niet. Maar als je uiteindelijk goed kinderopvang wil realiseren, waar ouders ook met een gerust hart hun kind achterlaten, dat doen ze niet als er uiteindelijk een meisje van 12, 13 bij een springkussen zit. Mm-hmm. Dan moet wel wat meer om zijn. Dan moet EHBO zijn. Er moet van alles geregeld te worden om het uiteindelijk ook goed te doen. Ja, oké. En dan het, is geen quick win meer. Nee, oké. Ik snap het. Goed. Maar dat was dus een voorbeeld waarvan... Cor Molenaar echt wel aan heeft bijgedragen, is dat hij ons allemaal, ondernemers, inwoners, gemeenten, bezoekers, we zijn allemaal aan het denken geslagen van, hey, waarom gaat het niet zo goed in het centrum? Waarom staan er winkels leeg? Wat kunnen we met z'n allen doen om dat om te draaien? En daar heeft hij ons allemaal aan het denken gezet. En dan komen er echt ideeën uit waar je meteen iets mee kunt... waar je met z'n allen aan kunt gaan werken. En ik denk dat het Cor Molenaar effect is. Dat we nu met z'n allen in een spiraal naar boven aan het werken zijn. Mm-hmm. We hadden ook met elkaar kunnen blijven simmen en mopperen en doen. Ja. En ik denk dat hij heel erg heeft meegeholpen om dat te doorbreken. We zijn nu... Ja. Dat is mooi om te horen. En wat zit er nu nog meer op de rit om die spiraal naar boven te krijgen? Heel belangrijk is dat wij uiteindelijk vanuit Centrum Management Boxtel een website, een nieuwe website gaan lanceren.
Waarvoor is die? Het is eigenlijk om de ondernemers een eigen profielpagina, een eigen smoel te geven. We vinden het heel belangrijk dat klanten zowel van Boxel, maar ook buiten Boxel, weten wat er in Boxel Centrum te halen is. En daar heb je een goede site voor nodig, waar goede informatie op staat. Maar waar ook de ondernemers zelf een eigen pagina hebben, waar ze hun winkel kunnen promoten, hun openingstijden staan, waarop ze acties kunnen zetten, die automatisch op social media gezet worden. En waardoor ze goed te vinden zijn in Boxel Centrum. Dat is eigenlijk een eerste stap die we nu aan het... Ik ga nu even heel vervelend doen, maar zoveel zitten niet in Boxel. En iedereen weet wel eens een beetje dat ze er zitten. Nou, er zit heel veel in Boxel. Nou, iedereen die weet dat ze er zitten? Ja, weet ik niet. Ik zou een interview gaan houden in de omliggende steden of zo. Je wil ze van buiten Boxel naar... Ja. Oh, nou, ik dacht laten we eerst eens beginnen dat we in Boxel in eigen winkels gaan winkelen. Nou ja, dat is een begin. En als daar die heb al allemaal voor nodig, zo bedoelde ik het. Nee. Okay. Dat klopt, als die al komen, dan zijn we natuurlijk al heel erg blij. Maar we zoeken het eigenlijk ook verder en buiten Boxel omheen. Ja. Nou ja, en ook binnen Boxel is goede promotie wel belangrijk. Want ik denk dat een van de problemen is dat wij met z'n allen in Boxel misschien wel te snel denken van, weet je wat, ik haal mijn mooie pak of mijn nieuwe schoenen, haal ik wel in Den Bosch. Ik mocht geen reclame maken, maar deze schoenen heb ik in het centrum van Boxel gehaald. Nou, promoot dat en zorg ervoor dat je goede reclame kunt maken als ondernemers samen. Mm-hmm. Trek je ook meer Boxelaren en nogmaals, dat is weer die spiraal omhoog. Ja. Ik heb een paar artikelen gelezen van Cor Modenaar en wat mij persoonlijk zo trof in zijn visie is eigenlijk een beetje een omgekeerde visie dan wat ik beluister nu. Namelijk, wat wil het winkelend publiek? Mm-hmm. In plaats van, wat wil die winkelier allemaal hebben? Waar gaan de mensen met geld naartoe? Ja. En waarom? Ja. Volgens mij is dat een hele goede visie van hem. Ja. Ik denk, als je meent ons te hebben horen vertellen dat het vooral om de wensen van de winkeliers gaat. Nee, je wil klanten trekken. Je wil ervoor zorgen dat die klanten graag naar het centrum komen. Maar daar hebben de ondernemers wel middelen voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En een van de nieuwe dingen is de nieuwe website. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En moeten die ook zelf gaan vullen of bijhouden? Nee. Nieuwe artikelen, nieuwe producten, voorraadwisseling? Dat soort wel. Als ze een eigen profielpagina hebben en ze hebben daar bepaalde acties op, dat kunnen ze zelf doen. Okay. En wij gaan zorgen dat het heel erg draagdrempelig is. Dat ze daar zelf niet aan hoeven te denken, maar dat ze elke week herinnerd worden aan, hey, ik moet weer een actie op de pagina zetten. Ja. Eventueel gaan we zelfs nog, als dat allemaal past in de budgetten, want dat is natuurlijk wel belangrijk, gaan we kijken of we nog workshops kunnen geven voor social media, om ze ook nog te leren met die pagina om te gaan, om het maximale rendement uit te halen. En dat draagt wel bij, uiteindelijk, dat die ondernemers meer omzet gaan krijgen, dat de mensen meer naar het centrum komen. En dan zit je eigenlijk in een cirkel, wat communicatie een onderdeel is, maar samen met sfeer en beleving en een stukje veiligheid, ga je er wel zorgen dat het Boxelcentrum van Boxel weer sterker wordt. Nou, hartstikke wat mooi. Wat misschien ook wel goed is om te melden, is dat de website ook wordt gemaakt door een Boxels bedrijf. Altijd mooi om te horen. En dat centrummanagement via het stimuleringsbudget van de gemeente om steun gevraagd heeft en 10.000 euro heeft gekregen. Kun je een paar mooie winkels van inrichten, als ik heel gemeen ben. Nou, daar kun je in ieder geval heel wat winkels voor promoten. Ja. Promoten ook, ja. Over dat gesproken, je bent eerder geweest. Ik ga je nog een keer terug uitnodigen, want... te veel om te vertellen. Nou ja, er is ook te veel te doen in Boxel. Ja. Dat moet echt hard gewerkt worden. De huren omlaag van de vastgoedbedrijven, hoe lukt dat? Tot slot, kort antwoord. We zijn bezig om met de werkgroep Leestand en Branchering de eigenaren en de makelaars bij elkaar te roepen. Dat gaat 8 september gebeuren. Die krijgen daar een presentatie van ons, welke stappen we gaan nemen om uiteindelijk hun ook mee te nemen in het feit dat er de panden gewoon weer gevuld moeten worden. Ja. En ook daar moeten we ze bij helpen. En ook dat doet centrummanagement. Mooi, dankjewel. Ik moet het gaan afronden, Bas. Super bedankt. Chef, bedankt. Heel veel succes met de mooie plannen. Komt goed. Want wij gaan, het is tijd voor muziek. Marcel, tweede nummer, een heel mooi nummer. Hold You Now. Tonight I'll keep the lights low. I don't want to see. These empty chairs around me, the man I used to be.
try to keep my head up, make it through the day. You know I won't back down, but I wish there was a way. Hold you now, if you told me how I could hold you now. Things I didn't know I should have done, it all seems clear to me. This time the writing's on a wall, I'm too blind to see. Hold you now, if you told me how I could hold you now. Tonight I'll keep the lights low, I don't wanna see. Dankjewel Marcel Verbeek, ontzettend mooi, dankjewel. En straks nog het nummer. Intussen een mooie dame op de bank, we hebben net de mannen gehad en nu gaan we naar de vrouwen. Diane Melis van Speel in Liemde. Klopt. En we hebben nog een hele mooie dame klaar staan, ik zou zeggen laat maar komen. Dit is namelijk de sportvrouw van 2015, Roos van Bommel, van harte welkom. Super, met een mooie prijs. Dankjewel. Ja, fantastisch. Je hebt een goed weekend achter de rug met een mooie award gewonnen. Hè? Ja, zeker. Staat hier op tafel. Hij staat hier op tafel. Ja. Ik ga daar zo met je over hebben, want ik was al begonnen met Diana en ik gooi je gewoon alles in de war. Maar ik vind het super dat je er bent. Ja, dankjewel. Speel in Liemde heeft op 27 september een eerste editie van een oogstfeest. Nou, dat klinkt ontzettend leuk. En ze zoeken keukenprinsessen en keukenprinsen. En ik dacht, Diane moeten we uitnodigen, want dat klinkt hartstikke leuk. Ja. Wat houdt het oogstfeest in, Diane? Het oogstfeest heet nu nog het oogstfeest. Maar het is eigenlijk, we wilden er het grootste tapasdiner van het Groene Woud van maken. Op de Tip in Liemde. Op 27 september. We organiseren het samen met Hofkapel de Kromploegers. Ja, ja. Die houden de dag ervoor, organiseren zij de Oktoberfest op de Tip. En wij gaan gebruik maken van de faciliteiten die er al staan. Dus. Ja, er zijn een tent en een bar en noem maar op. Inderdaad. Ja. Hey, maar het grootste tapasfeest van? Het tapasdiner van het Groene Woud. Van het Groene Woud. Ja. Nou, wat een uitdaging. Ja. En wat voor ingrediënten moet je hebben om dat te laten slagen? Het grootste? Ja, het grootste tappen. Ja, heel veel mensen natuurlijk. Ja, hoe gaan jullie het aanpakken? Wat gaan jullie doen? We gaan met lokale ondernemers, lokale leveranciers en lokale koks willen we het grootste tappersdiner gaan bereiden. En wat stel je dan bij voor? Hoeveel mensen, hoeveel eeuwen eten? Alleen maar met streekproducten en met lokale producten dus. Dus de koks, zeg maar. We willen de koks koppelen aan leveranciers. En zo met verrassende gerechten komen. Jee, wat leuk. En nou zeg jij koks, maar moet je ook echt een kok zijn? Of mag je ook hele goede hobbykok zijn? Een hele goede hobbykok is wordt ook prima. Wordt dat getest of hoe gaat dat? Nou, en proef eten, we hebben ook professionele koks, dus er wordt daar ook in begeleid, zeg maar. Dus, leuk? Ja, als je het leuk vindt om te koken. Dus als je koken als hobby hebt, dan kan je meedoen. En dan kun je dus nu nog kun je aanmelden. Zeker. Er zijn al aanmeldingen. Heel enthousiast op gereageerd. Dus heel leuk. Ja, oké. Okay, dus ben je thuis kok? Of heb je een grote passie voor koken? Ja. Wat dan? Ik zou zeggen, pak jij een camera. Waar mag ze de oproepje doen? Op drie? Op één. Die kant. Nou, wat zoek je? Nou, keukenprinsen en keukenprinsessen. Als je zin hebt om mee te werken aan het oogfeest en je houdt van koken, dan mag je je aanmelden en je bent zeer welkom.
Hey, gaaf gedaan. En dan is het de bedoeling, dan worden ze gekoppeld aan diverse leveranciers. Want ja, we gaan natuurlijk geen namen noemen, maar we kennen bijvoorbeeld spelt. Wat voor tomaten, honing, geitenkaas, varkensvlees. Allemaal uit Liemt? Ja, of omgeving. Ja, ja. Ja. En daarmee, en dan? En dan hebben we verschillende voor, tussen, hoofd- en nagerechten van die, met die producten dus. Dan gaan we van tevoren wel afstemmen op elkaar, dat we niet allemaal hetzelfde gaan maken. En ja, dan worden daar dus gerechten van bereid. En die gaan, ik neem aan dat ze het allemaal thuis doen en dan... En, ja, en op de tip, en verder op de tip. Afmaken leuk. Op de tip. Ja, en dan mogen bezoekers met iedereen die ze willen, zeg maar, komen en daar een maaltijd nuttigen. Dus iedereen, ja, dat is het idee van tapas, hè. Iedereen kiest uit wat hij lekker vindt. En, je bestelt een bordje. Ja. Ja. En hoeveel verwacht je? Wat is jullie wens? Wat wil je? Ja, het is de eerste keer, maar het is de eerste keer, dus heel moeilijk inschatten natuurlijk. Ja. Dus ja, we hopen op 300 bezoekers of zo. Ja. Ja. Dat is misschien ook best voorzichtig, of niet? Ja, Liemt het is kennen moeilijk, we. Ja, ja. Het is moeilijk inschatten. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het heel leuk is. Heel dus je hebt keukenprins of prinsessen nodig, je hebt de leveranciers, heb je al? Ja, wat die mogen ook nog aanmelden natuurlijk, hè. Dat is altijd handig. Dat is altijd natuurlijk handig. Hey, en dan met muziek en zo, s'avonds? Of wat is het plan? Het, tijdens het diner is er ook nog muziek. Voor de muziek wordt ook gezorgd. Voor de kinderen wordt gezorgd. Dus er komt een springkussen, een schmink en een koe die gemolken kan worden, zeg maar. En we willen een... geen ballenbak en geen zandbak, maar een maisbak. Dus allemaal maiskorrels, zeg maar. Alles in het thema van het oogstfeest. Ja. Leuk. Nou heb ik iets gelezen, maar dan weet ik niet of ik dat goed gelezen heb. Als je nou leuke recepten had, wat gebeurt er ook alweer? Er gebeurt volgens mij ook nog iets. Oh, we willen ook... van tevoren is het dus wel duidelijk wat er gemaakt gaat worden om het op elkaar af te stemmen. Daar willen we ook een boekje van maken. Dus dan komen die gerechten in het boekje... met de koks en de leveranciers, dat de bezoekers later het gerechtje ook na kunnen maken, maar ook de leveranciers terug zijn te vinden, dus waar je de streekproducten kunt kopen. Ja, want dat stimuleert elkaar natuurlijk weer. Ja. Vindt een ontzettend leuk idee. Ja, dank je. Ja, dank je wel. Jij bedankt. Ik zoef over naar Roos. Ja. Wat zit je daar mooi met je medailles? Ja. Sportvrouw 2015, hoe voelt dat? Ja, superleuk. Ik had het echt niet verwacht, dus superleuk om... sportvrouw nou te zijn. Had je nu ook een beetje verwacht, want je kon, het had dus natuurlijk afgelopen weekend waren de verkiezingen, tijdens het sportgala hè, waren de uitreikingen. We hebben overigens gefilmd, we gaan dat nog uitzenden. Dus mensen konden op je stemmen. Had je niet al een klein beetje in de gaten van, oh, ik ga wel hard? Ja, op het begin eigenlijk wel, maar je had drie stemmen, zeg maar. Hè. Via Facebook en via mailtjes konden ze stemmen. En dan gingen Boxhorse Media ging stemmen. En dan als derde nog de oud-voorzitter van de sportraad. En op Facebook ging het wel hard, maar toen was ik uiteindelijk wel overtroffen door de andere tegenstander, zeg maar. Maar uiteindelijk hebben die drie stemmen, zeg maar, ben ik het toch horen. Dus het was wel een verrassing eigenlijk nog. Leuk voor je. Zeker. Want jouw turncarrière, daar heb je wel iets opmerkelijks in gedaan, iets belangrijks ook, want... Jij was gestopt? Ja, ik ben zelf inderdaad ook een keer gestopt en weer doorgegaan. Maar ik ben nu sinds vorige zomer ook echt gestopt. Oké. Okay. En de verkiezing was eigenlijk ook op basis van mijn resultaten uit 2014. Ja, meer dus... een prijs voor jouw hele oeuvre, om het zo maar te zeggen. Bij schrijvers zeggen ze dat, hè? Ja. Want jij was gestopt en toen heb jij een gigantisch mooie comeback gemaakt... Ja, ik heb afgelopen jaar, in 2014 heb ik op het NK inderdaad heel hoge prestaties gehaald. Je had goud op de brug, hè? Ja, goud op de brug. Gaan we nou even naar kijken. Oh, we hebben leuk. De beelden van internet. Ja.
Even goud winnen, wat geweldig zeg. Is dat ook wat je, ja, waar je altijd van gedroomd hebt om dat nog te bereiken? Ja, dat wil ik zeker heel graag nog doen. En dat was eigenlijk nooit. Ik ben wel heel vaak op het Nederlands kampioenschap geweest, maar ik had eigenlijk nooit zeg maar een medaille op het Nederlands kampioenschap gehaald. En in 2014 wel, en daar was ik echt heel blij mee. Twee zelfs. Dus, zo, en waarvoor nog meer? Op alle vierde toestellen in de meerkamp was ik derde geworden. En dan op het brug, wat we net hadden gezien, goud op dat toestel. Ah, dus, wat ontzettend knap, hè? Ja. Wij zaten al te kijken van, jee, wat knap. Ja, leuk. Hier staat hij, hè? Hebben we hem al in beeld gehad? Want dit is wat je afgelopen zaterdag gewonnen hebt. Een prachtig plakkaat, we hebben hem heel mooi in beeld. Sportvrouw van het jaar 2015, Roos van Bommel. Ja. Geweldig. En die? Ja, deze zijn dus van het NK in 2014. Gouden medaille. Een gouden op brug en een bronzen. Op de meerkamp. Ik wil hem even voelen. Ik heb er nog nooit van dichtbij gezien. Heb jij dat ook? Ik wil er wel altijd even aan zitten. Ga ik gewoon doen, hoor. Oh, wat geweldig. Ze zijn niet heel groot, maar supermooi. Wel heel belangrijk, ja. Hangen die nou ook in een speciaal kastje? Of hoe ga je daarmee om? Mijn vader heeft toevallig afgelopen jaar voor mijn verjaardag een soort van plankje gemaakt. Met allemaal medailles vanaf dat ik ben begonnen, zeg maar. Tot en met 2014. Daar hing deze ook bij. Dus die heb ik hem maar even afgehaald. Maar hang wel op een speciaal plekje. En je bent dus nu gestopt? Ja. En hoe gaat het dan verder? Want jouw lichaam is gewend aan trainen, hard trainen, veel trainen. Ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Wat is dan goed voor je lichaam? Hoe gaat dat dan? Ja, ik train inderdaad toen echt heel veel. En het is nu al een tijdje geleden. En ik heb er niks echt aan gemerkt eigenlijk. Maar het is wel handig als je toch blijft sporten. En doe je dat ook? Te doen. Ja, gewoon een beetje... Voor de fun eigenlijk, gewoon geen speciale sport eigenlijk, dus nee. Nou wordt heel duidelijk, hè? Want fitnessen. Oh, fitnessen, oké. Daarom, ja. Ja. En heb je ook die behoefte niet meer om zoveel te trainen, zoveel uren in de week? Nee, dat had ik eigenlijk ook niet meer. Was je klaar mee? Of? Ja, ik zat al een jaar eigenlijk op het hbo en ik vond het nog wel leuk. Alleen toen had ik dus heel hoog prestatie gehaald en toen... Ja. Dacht ik eigenlijk van dan moet ik eigenlijk op mijn hoogtepunt wel stoppen. En toen had ik er wel vrede mee om echt te stoppen. Ja, knap. Dingen veranderen, hè? Ja. Tot welke leeftijd kun je eigenlijk nog redelijk doorturnen? Is natuurlijk voor iedereen anders, maar... Ja, is voor iedereen anders inderdaad. Maar je ziet soms wel dat er in de puberteit veel stoppen eigenlijk. Ja. Maar dat hoeft niet. Je kunt gewoon doorgaan tot je... eigenlijk niet meer kan. Je hebt ook, we hebben ook bij Tabita turnsters gehad die ook echt tot latere leeftijd ook nog doorgingen. Ja, ook op wedstrijdniveau in de 20 en de 30. Ja. Ja, precies. Ben jij nog verbonden met Tabita? Geef jij nog trainingen? Of ja. Wat? Ja, zeker. Ik geef nog zelf training bij Tabita. Ik ben nog veel te vinden. Dus, Wat leuk. Ja. En iedereen heeft dan zoiets van, daar willen we natuurlijk wel training van, want die heeft de gouden medaille. Ja. Je kunt geen betere treffen eigenlijk. Ja, we hebben natuurlijk heel veel. Jullie gaan als een speer bij Tabita. Ja. De ene echt, medaille of onderscheiding, prijzen naar de andere gaat echt supergoed. Hoe was het zaterdag, het gala? Ja, superleuk. Het was echt voor de eerste keer echt een sportgala wat ze hadden georganiseerd. En het was echt heel leuk bevallen. En we hadden het geluk dat we... We hadden ook al 3 genomineerden voor de verkiezingen, zeg maar. En buiten dat werden dus 's middags en 's avonds ook nog andere sportkampioenen gehuldigd natuurlijk. Ook van onze club. En we hebben geluk dat we alle 3 genomineerden zijn ook uitverkozen. Dus mooi, super hoor. Succes eigenlijk. Echt mooi. Echt heel leuk. Hartstikke goed gedaan. En ik wil natuurlijk ook alle anderen die prijzen hebben gewonnen of prachtige nominaties hebben gehad van harte feliciteren. Zoals gezegd, Omroep Dommeland was erbij en binnenkort de beelden op ons kanaal 47 te zien. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken dat jullie hier waren in de studio. Ja, heel veel succes met het oogstfeest, wat een heel groot tapas, het grootste tapas diner gaat worden. Ja.
Roosje, heel veel succes met je studie en het trainen. Dank je wel. Ik ga namelijk even lekker dwars door het beeld, want ik ga naar Marcel Verbeek. En dan ga ik even een babbeltje meemaken. Ik ga gewoon overal doorheen lopen. Marcel, ik heb hier iets heel moois in mijn handen, want je hebt een tweede album uitgebracht. Ik ga hem even zo houden op camera. Ik weet niet of dit te zien is. The Widow's Waltz. Ja. Waar komt die prachtige titel vandaan, Marcel? The Widow's Waltz is Wals van de Weduwe. En dat is een liedje dat ik gemaakt heb voor een jonge moeder die veel te vroeg alleen achterblijft met twee kleine kinderen. En dat vond ik heel indrukwekkend. Of ja, heel, heel erg natuurlijk. En het liedje gaat over, als zoiets net gebeurt, dan is iedereen helemaal vol aandacht en gaat iedereen helpen. En het liedje gaat over, hoe is dat dan over 2 jaar? Als dat voor andere mensen normaal is, maar jullie nog steeds daar met z'n drieën zitten in plaats van met z'n vieren. Daar heb ik een liedje over gemaakt. Heftig. Dat, ja, dat is wel heftig, maar... Ja, mooi, mooi. Ja. Heb ik gelezen, had ik dat nou goed, dat jij vanuit foto's teksten hebt geschreven, vanuit beelden? Ja, dat is bij het eerste liedje. Ja, dat is het liedje 4853. Ja? Dat is een liedje over een oude archieffoto. Dat was een opdracht van de provincie Gelderland. En hebben ze singer-songwriters een oude archieffoto gegeven met de opdracht van maak hier eens, wat zou hier een liedje bij kunnen zijn? Dat was een hele leuke. En wat is 4853? Dat is de foto is van een oude T-fort en dat is de kentekenplaat. Ach, wat gaaf. Ja. Och, wat gaaf. Ja, de Widow's Waltz, dat is een diepe thema. Ik merk ook aan jouw stem, maar dat is altijd persoonlijk. Er zit echt zoveel gevoel in. Dat is heel knap. Ik vind dat heel knap. Dank je wel. Ja, dat is heel goed. Je hebt, ik geloof, er staan 6 nummers op. Je hebt er 5 zelf, alles zelf geschreven. Ja, deze 5 van mezelf, eentje van iemand anders. En op mijn debuutplaat staan wat meer liedjes. En daar zijn er 8 van mezelf en 1 van iemand anders. Dus ik heb er nu 2 uit. Ja. Ontzettend mooi. Dank je wel. Welk nummer ga je voor ons nu zingen? Eentje die er niet op staat. Ah, oh, dat is leuk. It's You heet het. It's You. Ja, een liefdesliedje. Een liefdesliedje. Ik ga ervan genieten. Okay. Dames en heren, Marcel Verbeek. Dankjewel. If there's anyone with their head up in the sun, it's you. Follow in your heart, every end a new start, it's you. And honey, it's you, always there for me, making me hear and making me see. Dry land, my cowgirl in the sand, it's you. In your own sweet way, you find the right things to say, it's you. Honey, it's you, always there for me, making me hear and making me see. And some days when the world puts all its weight upon your shoulder and you feel like you're talking to a wall, I'm gonna hold you tight. I know that we are stronger than the wind and rain is bound to fall. Just begun, me and you. Wow.
Dankjewel, dankjewel. Marcel Verbeek, beste mensen, daar gaan we volgens mij nog veel van horen. En heel graag. Je zult zo'n liefdeslied te horen krijgen van zo iemand. Het lijkt me helemaal geweldig. Heel goed. We zijn aan het slot gekomen van deze uitzending vanavond van Dommeland Live. En over 2 weken is er weer een Dommeland Live. En dan gaan we de zomer inluiden. Dus dank u wel voor het kijken allemaal. Dank u wel mijn gasten. Fijne avond. Hou het koel. En tot over 2 weken.